Hallo, welkom bij Atelier K. Vandaag halen we de natuur in huis met bloempotjes. Ze zijn een eyecatcher in ons atelier, maar ik ben ervan overtuigd dat ze ook in jouw huis prachtig zullen staan. Ze geven sfeer aan de ruimte en het is fijn dat ze eenvoudig gemaakt kunnen worden met de steunvormen die we in het atelier beschikbaar hebben. In deze video leg ik uit hoe je dat doet. En het is sowieso een toegankelijke techniek voor alle niveaus. We werken met steunvormen van een halve bol om een bolvormige pot te krijgen. Er zijn twee versies mogelijk, dus de potjes zoals ze hier staan, gewoon neerzetten op de tafel, of ze kunnen ook worden opgehangen zoals dat je hier in beeld ziet. Wat hebben we nodig? Dat is de steunvorm uiteraard. Deze is in klei gemaakt, één keer gebakken, en dat wil zeggen dat die nog poreus is. Dat is goed omdat de klei die dat we daar gaan inleggen, die gaat niet blijven vastkleven aan die mal. Je zou ook een gipsmal kunnen gebruiken als je dat in huis hebt. Of als je een bestaande vorm hebt, een bloempotje van een vorm dat je mooi vindt, kan je dat ook gebruiken. Maar dan moet je er altijd voor zorgen dat er een plasticfolie tussen de klei en de vorm, de steunvorm, zit. Om te vermijden dat de klei gaat vastkleven aan de mal. Wat hebben we verder nog nodig? Dat is een rietje. Daar kunnen we straks een gaatje mee uitsteken. En een tandenstokertje. Hier gaan we de dikte van de kleiwand mee controleren. En verder moest je dat in huis hebben. Een rubberen lomertje. Dat is om de klei aan elkaar te smeren. Maar eigenlijk kun je dat net zo goed met je vingers doen. Dus in principe heb je eigenlijk heel, heel weinig materiaal nodig. Behalve dan een vorm om in te werken. De klei waar je mee werkt is bij voorkeur grove klei, omdat het iets makkelijker werkt. Nu, als je toch met fijne klei aan de slag gaat, dan is het heel belangrijk dat je net iets zorgvuldiger te werk gaat. Voilà, dat is de klei waar ik mee ga werken. Die kan recht uit het pak gebruikt worden. Moest je nu toch nog overschotjes hebben van iets anders dat je gemaakt hebt, de restjes die je bijhouden in een natte handdoek, is dat ook ideaal om deze techniek toe te passen, omdat je toch met kleine propjes klei gaat werken. Dus om aan de slag te gaan, gaan we met onze handen kunnen we gewoon een stukje, een propje klei van de blok aftrekken. Of anders werk je met de overschotjes. En de bedoeling is dat je daar een soort van pannenkoekjes van maakt. Of koekjes. Hè, van ongeveer 1,5 centimeter dik. Zo. En we maken er nog eentje. En het is belangrijk als je met overschotjes werkt, dat er geen ingesloten lucht in die koekjes zit, dus het is goed van alle plooitjes en naadjes goed glad te strijken. We gaan de propjes, de koekjes, gaan we in de mal leggen. En de bedoeling is dat we die over elkaar leggen en de dikte in elkaar drukken. Dus de bedoeling is dat die twee stukjes klei over elkaar gelegd worden. En op die plaats gaan we ze heel erg doordrukken. Ik ga het even tonen op de tafel. Het is misschien iets gemakkelijker. Dat je zo die klei aan elkaar smeert. En de naad ook wegwrijven. Dus
Dus zo gaat je verder met propjes aan elkaar te smeren en de binnenkant wordt dan op die manier vrij glad afgewerkt. Wat je aan de buitenkant krijgt is een willekeurig patroon van zichtbare naden die we niet gaan afwerken. Dat geeft ook gewoon een heel natuurlijk effect en sluit aan bij plantjes die daarin terechtkomen. Wat je ook kunt kiezen is in plaats van met propjes te werken, bewust een vorm of een grootte gaan in de mal leggen, zodanig dat je een gecreëerd patroon krijgt. Natuurlijk is het voor aan jullie om daarmee te experimenteren. Ik beperk mij in deze video tot de propjes. Als het al langer hoe meer dicht komt te staan, is het ook kwestie van een beetje te puzzelen. Wat past daar tussen? En dan gaan we in plaats van een propje, kan dat ook een worstje zijn, dat we hier wat gaan tussenduwen. En dat op die manier verder uitwerken. Hè? Dus het is altijd de bedoeling dat je de ene propje klei over een ander stukje smeert. Dus dat mogen ook zo worstjes zijn. En zo hè, gaat ook het patroon dat er aan de buitenkant ontstaat, lichtjes veranderen. Terwijl dat je gaat aansmeren, is het ook belangrijk dat je niet te veel gaat duwen. Hè, want je moet eigenlijk zorgen voor een bepaalde dikte. Ja, die dikte is ongeveer 1,5 centimeter of een vinger dik. Waarom hebben we dan dat tandenstokerke? Om hier en daar eens te controleren hoe dik is mijn wand nu. Dus dan ga je eigenlijk even zo erin prikken totdat je tegen de steunvorm zit. En op deze manier kunnen we controleren van hoe dik is dat nu. Dat is eigenlijk oké. Dat is iets meer dan een centimeter dat we overhouden. Dat is prima. Maar ga alsjeblieft niet te dun en niet naar minder dan een centimeter. Als je dat gecontroleerd hebt hier en daar, je kunt een paar steekproeven doen. Zorg er dan wel voor dat je ook dat terug toesmeert. Met eventueel een klein propje klei daarbij. Een volgend punt is, als je erover gaat met je vingers, ga je voelen hoe regelmatig is die vorm. En voel je hier of daar toch van, oei, ik heb misschien hier iets te hard geduwd en er is eigenlijk veel te weinig klei. We kunnen dat ook direct controleren, dat eigenlijk veel te dun is. Dan is er ook niks gebeurd. We gaan daar gewoon een extra worstje in leggen. En ook opnieuw aansmeren. Zonder al te veel extra druk te zetten natuurlijk, hè. Voilà. De binnenkant is nu redelijk glad aangewerkt. Moest je een lomertje hebben? Ik heb nu alles met mijn vingers gedaan, maar je zou het ook kunnen met een lomertje doen. Ik ga ervan uit, als het voor een bloempotje bedoeld is, dat het ook niet echt super, super glad moet afgewerkt zijn. Dat stoort helemaal niet, dat is voor de aarde die erin moet komen. Hè. Nu zijn we juist tot de rand van de mal gekomen, maar dit is veel te weinig volume om aarde en een plantenkluit in te krijgen. Dus we moeten die eigenlijk nog een beetje verder opbouwen. En dat gaan we doen door de klei die in de vorm zit, door te schuiven. Dus op die manier, als we die doortrekken, komt er opnieuw plaats in de mal vrij om verse klei met propjes bij te leggen. En het is ook even goed om in het oog te houden dat deze vorm
rond blijft staan. Dat je er niet te veel gaat aan trekken en duwen, want dan gaat het volledig uit zijn vorm en dan verliest je eigenlijk de kracht van een bolle vorm. Dus om die extra hoogte te krijgen, vind ik het persoonlijk wel handig om met worstjes te werken. Dan kun je redelijk goed de extra hoogte die je erop zet een beetje gaan sturen. Hè. Maar het principe blijft eigenlijk net hetzelfde. Even deze. Niet alleen tegen elkaar, maar ook over elkaar smeren. Want anders hebben we daar een zwak punt. Dat is hier een beetje platter. Dus dan gaan we sowieso wat klei zeker overleggen. Hè. En ondertussen komt uw patroon hier zichtbaar naar boven. Hè. En nog een worstje. Hoe hoger de bloempot ondertussen wordt, zal het ondertussen ook wel iets lastiger worden om in de mal te werken, omdat je minder en minder plaats krijgt. Hè. En we draaien die telkens wat door. Voel een zwak puntje, een klein putje. Dan gaan we daar een extra proppetje bij zetten. Hè. Dan gaan we eens even kijken hoe dat die er ondertussen uitziet. Voorzichtig. Dus dat is ongeveer hè, de hoogte die we hebben. Ik denk dat dat wel voldoende hoogte is om een plantenkluit met de aarde daarin te krijgen. Maar het heeft nog wel vrij zware randen. Dat kan perfect zo blijven. Maar je kunt ook kiezen om ze ietsjes te verdunnen. Ofwel gaat het dan met je vingers dat een beetje samenknijpen. Dat kun je echt uit de hand doen. En je zou het ook kunnen zeggen van ik ga het in de mal doen. En dan leg je terug hè, de rand in de vorm. En dan ga je gewoon hier ietsjes harder op duwen. Het voordeel van dit is natuurlijk ook wel opletten dat je het niet ineens te dun maakt. Want je hebt hier hè, veel steun. Maar je gaat ook in de vorm van die bolling blijven. En dan houden je uw vorm ook wel sterk als beeld op zich. Dat de moment dat dit al uitgedund is en je gaat het vastnemen om te verzetten, is het wel belangrijk dat je ook niet hier gaat tillen, maar dat je meer dieper in de vorm, waar hij iets sterker is, gaat heffen om hem te verplaatsen. Zo. En dan kunnen we hem er terug even inzetten. Om het model even terug te controleren. Voilà. Je kunt er nog een beetje bij. Bijwerken, hè, plaatselijk. Voilà, het is klaar. Nu moeten we nog beslissen of dat we de pot gaan neerzetten of dat we hem gaan ophangen. Want om op te hangen hebben we gaatjes nodig. En die gaan we doorprikken met een rietje. Willen we hem neerzetten, dan gaan we hem ook een vlakje moeten geven van onder, omdat die anders staat te wiebelen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar om die eruit te halen nu, moeten we zien dat die toch een beetje stijfheid heeft. Het hangt er een beetje vanaf met welke klei dat je gewerkt hebt, hoe soepel dat die is. En zeker als je in de plastiek gaat werken, zonder steunvormen die poreus zijn, gaat je klei veel langer nat blijven. En als we die er gewoon gaan uithalen, neerzetten, je ziet nu, die gaat van zijn eigen
een vlakje krijgen. Dat is op zich oké. Maar als uw klei veel te slap is, dan is het zeker nodig van die daar nog even te laten inzitten. Ofwel wacht je gewoon totdat die wat opgesteven is, of anders gaat je met een haardroger te werk. En dan gaan we blazen. Zoveel mogelijk, overal, niet te veel op één plaats. En het is ook niet de bedoeling dat hem dan volledig hard is geworden. Het is alleen maar dat hij zijn vorm kan houden. Dus dat blazen, dat gaat enkele minuutjes duren. Het is ook niet zo interessant dat de rand volledig uitdroogt, want gaat die eerst drogen en is de rest nog vochtig, dan ga je de kans hebben dat er scheuren ontstaan of barstjes in die rand. Dus je gaat eigenlijk zeker zorgen dat je die aan binnenkant wat droog, allee, wat stijver krijgt. En let daar ook bij op dat je je haardroger er niet te diep in steekt, want dan komt die warmte terug in een haardroger en dan gaat je haardroger naar de vaantjes geraken. Dus dat is even zo wat, blazen en voelen tot op het juiste moment dat je genoeg stijfheid hebt om die eruit te krijgen, dat die niet te hard gaat doorzakken. Hè. Dus deze was eigenlijk al oké om het zo te doen. Voilà. Maar ik wil toch graag een potje om op te hangen. Dan gaan we gaatjes prikken. En waar steken we die gaatjes dan? Niet te hoog tegen de rand, maar ook niet te laag naar beneden. Want als we daar dan aarde en een plant in doen en we willen hem vullen met we willen hem water geven, dan zou het water ook langs die gaatjes kunnen naar buiten lopen. Dat is niet de bedoeling. Maar te hoog tegen die rand maakt het ook te kwetsbaar. We gaan dat ook niet doen op een punt van verbinding, want dat is eventueel wel een zwak punt. Dus we gaan eigenlijk zo een goede solide stuk kiezen. En we gaan hier een centimeter onder die rand een gaatje prikken. En ik hou met mijn andere hand een beetje tegen. En ik steek en draai dat rietje daardoor. En voilà. De klei zit nu in dat rietje, dat kan geen kwaad, maar we hebben wel een schoon gatje. Waar steken we gatjes? Ongeveer op 12, 3, 6 en 9 uur van de klok. Of zo, ietsjes dichter bij elkaar, dat we gewoon met twee touwtjes langs elke kant die omhoog kunnen houden. Dus ik ga hier ook nog eentje steken. Voilà. En dan recht aan de overkant van deze. Centimeter onder de rand. En hier ook nog recht aan de overkant. Een centimeter onder de rand. En ja, nu moet ik hier een beetje kiezen. Niet recht op de naad, maar ernaast. Hè. Liefst ernaast. Steken en draaien. Voilà. En dan de binnenkantjes zeker controleren dat daar geen te scherpe stukken ontstaan na het bakken. En dit, als dat gebakken is, wordt super scherp en je gaat je touwtje zelfs kunnen doorsnijden. Hè. Dat is ook niet wat we willen, dat je pot na een tijd op de grond ligt. Voilà. Zo, we zijn klaar. Het is tijd om de pot te laten drogen. Er is nog één ding dat we niet mogen vergeten en dat is signeren. Uw naam er ergens op, dat kan onzichtbaar, van onder, van binnen. Maar je mocht het ook gerust langs een buitenkant zetten. En even tonen met een botte potloodpunt. Kun je gerust gaan inkrassen. Voilà.
En alle kruimeltjes die er aan hangen, die mogen zo opdrogen, die vallen er straks vanzelf af. Tegen als je er nu begint aan te prutsen, gaat je lijn ook weer vies maken. Zo, we zijn klaar. Als de pot helemaal droog is, kan die gebakken worden. En dan is het plantjestijd. Geniet er maar!